بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكرين فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welkom bij de derde aflevering, waarin wij gaan aantonen dat Ahmed Hassan al-Yamani een leugenaar is en een vijand van de islam is. In de vorige aflevering had ik verteld dat imam al-Mahdi op verschillende manieren te herkennen is. En een van de manieren was... Dat de Imam altijd wist hoeveel geld de Shia hadden en welke geldstukken er bijvoorbeeld beschadigd waren. En wij zeiden dat, Ahmed, als Ahmed Hassan al-Yamani daadwerkelijk een Imam is, daadwerkelijk de eerste Mehdi is, dan moet hij in staat zijn om te weten hoeveel hierin zit. Dus wij. Wachten af wat Ahmed Hassan al-Yamani gaat zeggen. Als hij weet hoeveel, als hij tegen ons zegt hoeveel hierin zit, dan maken wij dit open voor de camera en laten we het aan jullie zien. Hij moet tegen ons zeggen hoeveel zit hierin, wat zit hierin en welke zijn kapot, wat is er kapot, zijn er überhaupt dingen die hierin zitten die kapot zijn of niet. En dit is ons recht. We hebben jullie uitgelegd dat dit ons recht is. Want de Shia en de tijd van imam Ja'far al-Sadiq a.s. gingen zo om met de imam. De Shia van imam al-Mahdi s.a.w. vroegen dat ook aan de imam a.s. Ahmed Hazan al-Yamani heeft een aantal uh, bewijzen die hij beweert dat het bewijzen zijn... Voor zijn leiderschap, voor zijn bewering dat hij een imam is. Ten eerste, wij zeggen het volgende tegen hem. Wij zeggen tegen hem, jij beweert dat jij een imam bent. Waarom laat je jezelf niet zien? Dat is een eerste vraag. Ten tweede, wie zijn jouw ooms? Wie zijn jouw neven? Wie is jouw familie? Waar is jouw stamboom? Laat jouw stamboom zien. Ten derde. Jij beweert dat jij jouw imame baseert op het Testament. Laten we het Testament erbij halen. Dit Testament is terug te vinden in het boek Kitab Ghaybat al-Tosi, zoals jullie kunnen zien. En het is een lange Testament. Het is een Testament van de Profeet, sallallahu waarin hij vertelt wie zijn opvolgers na hem zullen zijn. بس هاي فرتلت دات الامام علي عليه السلام دؤوب فوخر امام الحسن عليه السلام، اندرنا امام الحسين عليه السلام، اندرنا امام زين العابدين عليه السلام، تطأن امام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. دارنا ليزفاي انت ان التستامنت ليزفاي تفوخن فاذا حضرت الوفاه فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السلام فذلك إثنا عشر إماما ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم زخت تطرناهم 12 إمام سزلزين And In de tijd van imam al-Mahdi alayhi salam zullen er ook twaalf Mahdi's zijn. Ahmed Hassan al-Yamani beweert dat hij de eerste Mahdi is. Uiteraard zonder enig bewijs. Hij haalt deze overlevering erbij. Maar wat is het bewijs dat jij deze overlevering over jouzelf mag plaatsen? Dat dit over jou zou moeten gaan. Ik kan deze overlevering nu ook erbij halen en zeggen dat het over mij gaat. Bijvoorbeeld, een tweede vraag is: Jij beweert dat jij de Yamani bent en dat jij de wasi van Imam al-Mahdi alayhi bent. Waar in de overleveringen staat dat de eerste Mehdi en de Yamani is. En de wassi is en dat zijn naam Ahmed is. Waar is dat? Waar is die overlevering aanwezig? Dat is twee. Onze derde vraag. In het boek Kamal al-Din. van Sheikhuna al saduq rahmatullah alayh. lezen wij het volgende. Aan Abi Basir قلت لل صادق جعفر ابن محمد عليه السلام يا ابن رسول الله إني سمعت سمعت من أبيك عليه السلام إنه قال يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال اثنا عشر مهديا ولم يقل اثنا عشر إماما ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالتنا، ومعرفة حقنا، ومعرفة حقنا. ان تبوك كمال الدين فان شيخ الصدوق رحمة الله عليه، ليزرعي دت دتوالف مهديس Dat zullen goede personen zijn van de Shia van Imam al-Mahdi alayhi salam. En zij zullen oproepen tot het liefhebben en tot het volgen van de Imam alayhi salam. Hoe kan Ahmed Hassan al-Yamani zeggen dat deze overlevering over hem gaat? Terwijl de overlevering zelf zegt dat het over. ...personen zal gaan die de imam salam volgen... ...die dicht bij de imam salam zijn. De overlevering in Kamal-e-Din van Sheikh an saduq rahmatullahi ...zegt niet dat het de Yamani is, dat het Ahmed al hazen is... ...dat het de wasi is. Er zullen twaalf personen zijn volgens deze overlevering... Die zullen oproepen tot het leiderschap van imam al-Mahdi a.s. salam. En hier is niks mis mee. Maar dit betekent niet dat Ahmed Hazan al-Yamani de eerste Mahdi is. Waar in onze geschiedenisboeken staat dat Ahmed Hazan al-Yamani de eerste Mahdi is. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وال بيته الطيبين الطاهرين